Voilà. Oh, ook met een boekje? De C. De C. Het nieuwe maanblad voor mannen. En wat vindt u ervan? Boah, dat is hetzelfde als dat ik al dikke gezien, maar blinkend. Hoe bereid jij je voor op een show? Zeker geen interviews geven voor het optreden en zo. Nee, Heb jij een ritueel in jouw loge? Wel, als ik een beetje te ver gereden heb, eerst een keer goed gaan kakken met een boekje. Dat is mijn ritueel. Met de C. Ja. Hoe heet de show? Ik ben een plastic zakje. Ja. En dat komt omdat de schouwburgdirecteuren die moeten voor zo'n programmaboekje, gelijk dat je zo toonde, ja, die moeten zo bijna 2 jaar op voorhand, seizoen 99-2000, voordat je eerst een grap verzonnen hebt, moeten die al een titel hebben. En dan slaag je daar maar iets uit die botten. En dan later in de show foefelde daar iets in. Ja. Dus ik heb een heel kort liedje dat over plastic zakje gaat. En met daar domme moppen. Is dat uw huisfotograaf? Maar nee, dat is ook heel, ik weet het niet. Dat is voor een bladje. Ja. Kennen jullie elkaar? Maar nee. Wie bent u? Ik ben van het Eindhoven Dagblad. En wat is uw naam? Kees Martens. Kees, dit is uw baan. Dus jullie worden elkaar niet meer geluid. Ja, die anderen die gaan ook wel mee binnen natuurlijk. Maar dat ze die namen hier blijven verzinnen, hè. Kees, allez, hoe komen ze daarop? Zeg, jouw stuk heet Het is een plastic zakje of Ik ben een plastic zakje? Ik ben een plastic zakje. Nou, dat moet dan niet zo letterlijk nemen. Beleefdrikken. Ja, dat is zo'n bakse. En hier een hele vleugel. Ik speel daar een paar noten op. Ja? Ja, ik zal een keer een stuk spelen. Ik wist niet dat jij kon piano spelen. Ik kan ook geen piano, ik kan alleen maar dit stukje. Dat is gewoon voor de show. Ik kan alleen maar dat, ik kan echt niks anders. Je kon later zo'n Steinway aanrukken. Ja, dat staat overal. En, de laatste keer hè, rukken ze dat aan en Herman Brood had daarin gescheten. Serieus. Als die een slecht optreden heeft, dan kakt hij in de vleugelpiano. Dat is voor het visuele aspect van de show. Zo, dat is het enige. Het oog wil ook wel wat. Dan krijgen ze zo'n ballen. Het enige dat beweegt. Ja. Ik ga niet alles schotel, schotelvot. Nee, dat is. En dat dan moet je ook weten. Dat is eigenlijk. Moeder Teresa die voor mij loopt. Maar meer zeg ik daar niet over. Dit is een zwart doekje. Allee. En hierachter bevindt zich de Urbanus plastieke zak. Ja, Urbain, jij mag het officieel open doen. Ik ben benieuwd. Voilà. Wat is dat, joh? Een zeemijn. Wij moeten daar alle twee in kruipen. Langs het waar? Langs een gat hier. En hoe geraken wij daar weer uit? Langs hetzelfde gat. Ja, maar en ik ga alles, jij er maar eerst in. Ik ga alles filmen. Ja. Maar zeg, ik kan ik daar niet door, jongen. Ik heb met een buik al gezien in dat gatje. Ja. Ik kom er. Ja, daar komt hij. Steek al vast. Wacht, hè. Oh ja. Oh, wacht, ik zat bijna goed. Wat zijn die mannen daar aan het duwen? Mijn kostuum, straks rollen wij de zaal in. Hè. Waar zitten wij hier? Ja, is daar mee dan eigenlijk? Ja, aerospatiaal. Hoe lang ga je nog door? Met rollen. De gewichtloze stap. Oh, ik ga door tot zolang dat er volk is uit de snoots, speel ik in een telefoonkotje. Je kunt het nog altijd zeggen, uitverkocht, vol. Is er hier een wc in de tent? Oh my god. Ja, geweldig! We hebben gezien net die Wally, die is in het achterste van een koe gestoken. Oké, gasten. Goh, wat die heeft hier een scheet gelaten. Jongens, ja, hoe gaan we dat doen? Wendy van Wanten heeft hierin gespeven. Dat is toch niet
over de mening. Oh yeah. Wat de laatste minuut van uw baan is. Ja. Zie een keer hoe kalm, maar het is met dat dan dat ik spreek. Oh, kent die toch van die koppel? En hier kun je dus iets drinken, maar kijk, Hollanders hebben dat weer gehad. Je kunt dat dus gewoon niet vatten. Een boom. Allee, vrienden. Het is alleen als daar water in is. Dat is heel belachelijk als dus, maar als daar water in is, dan heeft dat zijn volume. En dan gooit je dat hier in. En als dat vol is, dan is dat weer hier. Allee. Zeg succes, hè? Ja. Wow, ik had al zoveel succes. Ja! Goedenavond! Goedenavond! Dank u! Goedenavond! Dat is heel vriendelijk dat jullie mij onmiddellijk hebben herkend. Ja, ik lijk nogal erg op mijn affiche de laatste tijd. Ja, jongens, goh, ik heb mij moeten haasten. Ik ben net terug uit de gevangenis. Ik heb daar wat meegemaakt. Ik was eregenodigde op de trouwfeest van onze prins Filip en Mathilde, zo'n aantal weken geleden. Jongens, en ik enthousiast, ik had mij zo'n spandoek gemaakt. En mijn moeder had daar in gouden letters opgenaaid. Hoera! En ik stond daar in dat koninklijk paleis. Hoi, hoi, hoi! En ik had niet gezien dat dat lettertje A daar afgevallen was. En ze hebben mij meegenomen.